Meneer Tjetten, fractievoorzitter van lijst Tjetten. U bent de gemeenteraadslid. Hoe gaat het in zijn werk wanneer een wethouder, een kandidaatwethouder, benoemd wordt? En hoe gaat het dan met een eventuele verhuisplicht? Er is een verhuisplicht. Wettelijk gezien is het verplicht dat een burgemeester of een wethouder in de stad woont waar die zijn of haar ambt bekleedt. Maar er is ook een mogelijkheid dat de gemeenteraad in meerderheid een ontheffing kan verlenen. Nou, in Nederland is het zo geregeld dat wethouders in beginsel in de gemeente wonen. Maar sinds 2002 bestaat de mogelijkheid dat er ook mensen die buiten de gemeente wonen wethouder kunnen worden in de gemeente. Die kunnen dus een ontheffing krijgen van het woonplaatsvereiste. Daar besluit de gemeenteraad over bij de benoeming van een wethouder. En dat is een ontheffing die voor een jaar verleend wordt. En die kan, dat is een kanbepaling als de raad dat wil, telkens met een jaar worden verlengd. Dat is de afweging die de gemeenteraad moet maken. Nou is het niet altijd gemakkelijk om wethouders te vinden. Ik kan me voorstellen dat de praktijk de wetgeving een klein beetje heeft ingehaald op het gebied van verhuisplicht. Daarin heb jij gelijk, maar dan is het niet de taak van de raad, maar van de taak van de wetgever. En in hoeverre is het belangrijk voor een burgemeester of voor een wethouder of voor een ambtenaar of wat dan ook om in de stad te leven, dat is wat anders. Maar wat wil je eigenlijk eerder realiseren? Dat er mensen niet meer politiek in willen gaan, betekent niet dat je dat wet dermate moet besoepelen. Dat iedereen de politiek in kan gaan. Of dat je dan uit Zuid-Holland of Noord-Holland continu wethouders halen die geen woordje Twents weten of die niks van Twenteland of Almelo weten. Dat wil ik nou ook weer niet. Het politiek is absoluut de laatste jaren niet meer zo aantrekkelijk. Dat is wel een probleem waar we met z'n allen druk om moeten maken. Vorig jaar heb ik in de krant gelezen dat er steeds meer in de praktijk ontheffingen worden verleend aan die verhuisplicht vanwege tal van redenen. Hoe schat u het in dit geval in? Nou, in dit geval, daar ga ik niet naar vooruit lopen. Hè. Dat is een hele lokale casuïstiek waar de gemeenteraad vooral een uitspraak over moet doen. Daar ga ik niet intreden. Wat je inderdaad ziet in Nederland is dat het aantal wethouders van buiten, de gemeente zoals dat dan zo mooi heet, dat dat aantal toeneemt. Enigszins stabiel is, dan weer een aantal jaren wat meer is. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het recruteren van goede wethouders die niet altijd in de eigen gemeente wonen. U als gemeenteraad heeft dus eigenlijk het laatste woord waar het gaat om een eventuele ontheffing bij een verhuisplicht. De meerderheid van de gemeenteraad bepaalt of een wethouder een ontheffing krijgt of niet. Klopt. Maar in geval van nood moet er natuurlijk een wethouder benoemd worden. Ja, dus natuurlijk, er is een vacature in het college en het is goed gebruik dat de fractie waar de wethouder uit voortkwam, die afgetreden is, een nieuwe kandidaat mag stellen. Dat is gebeurd hè, door de fractie van D66. En de gemeenteraad moet uiteindelijk een benoeming goedkeuren. Om alle geruchten uit de wereld te helpen, uiteindelijk beslist de gemeenteraad. Ja, de gemeenteraad bepaalt of een wethouder die niet in de gemeente woont een ontheffing krijgt voor een jaar. En dat kan telkens verlengd worden, of dat gebeurt of niet. Dank u wel. Graag gedaan.